Trust me, I will do it. Well, I'm keeping you in the hold. Hey, it's cool, man. I won't take any pictures on your phone anymore, okay? I promise. Well, I'm still taking my phone with me, because I don't trust you for a meter. It's Dick Black in this room. I also want to watch TV, man, but there's no ball on the TV. Welkom terug bij deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ga het schermpje even omdraaien zodat ik er niet even naar kijk en kan ik mooi naar de lens kijken of zelf naar jullie. Ten eerste wil ik zeggen, gelukkig nieuw jaar allemaal, want we leven nu in 2018. 2017 is voorbij. Dus 2018. Ik ben er een beetje laat mee, want het is nu al februari. Het is de 3e van februari op het moment dat ik dit opneem. En vandaag wil ik gewoon een beetje met jullie bijpraten, want het is inderdaad een beetje een tijdje geleden dat ik weer een filmpje heb upgeload. En ik sorry daarvoor en er is eigenlijk niet een enorme reden voor. Ik ga wat vertellen nu over wat dingetjes die er zijn gebeurd, maar dat heeft voor de rest niet heel erg veel te maken met mij niet uploaden. Dat is eigenlijk meer een beetje aan mezelf, oké? Ik had een beetje druk met andere dingen en daarom heb ik een beetje YouTube opzij geschoven, maar nu gaat het weer up naar de topprioriteit, want ik vind filmpjes maken gewoon weer superleuk. En ik vind het ook heel erg fijn om weer te praten tegen de camera. Ik ben ook bezig met een documentaire, want ik ben een paar weken geleden naar Nederland gegaan voor een weekje om daar met mijn ouders, mijn opa en oma te zijn. En toen heb ik ze geïnterviewd, want mijn opa is namelijk een overlevende van de Tweede Wereldoorlog, van de concentratiekamp. Daar heb ik hem over geïnterviewd en daar ga ik een documentaire over maken. Die ben ik nog aan het monteren. Ik weet niet helemaal zeker of ik die ook daadwerkelijk op YouTube ga uploaden. Want natuurlijk is het natuurlijk redelijk persoonlijk. Waar ik het vandaag in deze video over wil hebben is over verschillen tussen Nederland en Amerika. Want dat is wel een leuk, interessant onderwerp, vind ik. Omdat er toch al verschillen zijn. En natuurlijk, in Nederland hebben we een beetje van Amerika, dat is zo ver weg en zo. Dus ik vind het wel leuk om met jullie daarover te praten. En het eerste verschil is, alles is groter. Natuurlijk, Amerika is een groter land dan Nederland, maar ook gewoon dagelijkse dingen is alles gewoon groter. Wat ik vaak leuk vind over na te denken is dat Amerika een beetje gewoon Nederland keer 10 is, oké? Dat alles is groter. De wegen zijn groter, de huizen zijn groter, de mensen zijn groter, de auto's zijn groter, de steden zijn groter, de portiegroottes zijn natuurlijk groter. Verschil 2 is het schoolsysteem. Oké, in Nederland, iedereen die deze video kijkt waarschijnlijk Nederlands, dus die weten dat. Dan ben je verdeeld in verschillende niveaus. HAVO, MAVO, VMBO, VWO. En dat bepaalt ook waar je naar de universiteit gaat en zo. Dat is gewoon heel mooi verdeeld. Maar in Amerika heb je het eigenlijk niet. Geweren. Oké, de meeste Nederlanders zijn niet te positief over geweren. Maar in Amerika is het gewoon, het is redelijk normaal. Ook jagen is ook heel erg een hobby voor heel veel Amerikanen. En dat is gewoon op herten en dat soort dingen jagen met van die grote geweren. Mensen veel meer met elkaar zijn een beetje in Amerika. Wat ik daarmee bedoel is, als je iemand ziet, dan is het heel normaal om een high five en huggies en man hugs en dat soort dingen te geven. En in Nederland helemaal. In Nederland hebben mensen meer een beetje een eigen personal bubble, weet je wel. In Nederland word je waarschijnlijk een homo genoemd als je tegen een jongen zegt I love you of ik hou van jou. In Amerika is het redelijk normaal om gewoon te zeggen van love you. Het is redelijk normaal als mannen tegen andere mannen zeggen van love you. Gewoon als een vriend, oké? Dat is heel normaal in Amerika te zeggen. In Nederland word je natuurlijk een beetje raar aangekeken en waarschijnlijk een homo genoemd. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar dat is waarschijnlijk wel wat er wordt gebeurd, wat je wordt genoemd. Maar in Amerika is het dus gewoon veel normaler om tegen een jongen te zeggen ik hou van jou. En dat was deze video dan weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal als je mijn kanaal leuk vindt. En like deze video als je ervan hebt genoten. Ik ben weer blij om terug te zijn. Ik ga proberen elke week een filmpje te maken. Ik ga natuurlijk ook nog steeds mijn documentaire editen, script schrijven en alles. En gewoon weer back to business komen. Oké? Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Volg me op Instagram en Snapchat staat hier. En ik zie je de volgende keer weer. Dag dag jongens en meisjes. Since the number one.